De Spaanse ploeg heeft haar favoriete rol waargemaakt met een prachtige 1-0 als hoogtepunt. Welkom bij dag 5 van EK Daily. Tot en met 6 augustus zijn we er elke avond om 8 uur om je helemaal bij te praten over het EK vrouwenvoetbal in Nederland. En elke avond schuiven er andere gasten aan, of dezelfde, en die schuiven dan voor een tweede keer aan. Zoals Leon de Stendler, Johan van Boven voor de eerste keer en onze eigen Jordi Jamali. Jordi, ik mag komen. Wat zeg je? Ik mag ook een keer komen. Je mag ook een keer komen. Fijn dat je er bent. Je hebt een speakbriefje erbij gehouden. Allereerst... Dat verklappen. Ja, dat is toch goed? Ja, ik vind het gewoon moeilijk al die Je hebt gewoon meegeschreven. Serieus gekeken, ja. Heel goed voorbereid. Eerste kritische vraag vanuit de chat leg ik voor aan Johan. Waarom zijn er meer mannen aanwezig bij dit vrouwenvoetbalprogramma dan vrouwen? Mannen gewoon ook heel erg geïnteresseerd zijn in EK vrouwen natuurlijk. Ja. Nee, nou ja, is dat erg? Nee, maar ik kijk aan Leonne, de enige vrouw hier op de bank vanavond. Ja, ik voel me heel alleen nu. Nee, maar ik vind het wel ik vind het wel fijn dat er ook gewoon mannen zijn die hier iets over willen vertellen. Ja, toch? Maar dit is toch waar in ieder geval de sport ook naartoe moet. Ja. Dat iedereen het gewoon serieus neemt en dat niet alleen vrouwen erover praten. En daarentegen, voor mij zitten we altijd hier met genoeg aantal vrouwen. Toch? Ja, ik zie het probleem. Hoop dat de vraag beantwoord is, Ruben Monsterman. Laten we dan hebben over de clash van Zuid-Europa. Spanje tegen Portugal. Gisteren hadden we het erover. Toen gingen we een beetje uitlichten waarom Spanje zo goed is. Maar ja, dat hebben we al eerder dit programma gedaan een keer. En toen verloren ze vaak. Ja. Spanje liet duidelijk zien waarom ze de favoriet zijn. Een van de favorieten zijn, toch? Voor dit EK? Ik denk de eerste helft is Portugal niet op de helft van Spanje geweest. Dat was echt een heel groot verschil. Nou wil dat bij de heren nog niet zoveel zeggen. Want Portugal, die gaat altijd lekker achteruit hangen. Zo hebben zij het EK gewonnen. Ja, precies. Dus dat zijn niet zoveel. Maar nee, dit was echt te groot verschil. Ja. En de 1-0? Ja, prachtige goal. Prachtig, ja. Toch? Dat was eigenlijk wel een beetje het enige waar we van konden genieten. Ja. Om eerlijk te zijn. Ja, Portugal vooral heel tegenhouden. Heel eenzijdig natuurlijk. En dat doelpunt was wel zeer vrij. Ja. Slecht verdedigd, moeten we ook zeggen. Maar... Neem en shame, Silvio Rebelo. Die rechter centrale, die stond niet helemaal lekker. Silvio Rebelo, die was ver uit de langste. En die gaat tot 2 keer toe aan een voorzet onderdoor. Dat was niet goed. Ja, die laatste ook. Dat was net buiten spel. Maar die steekbal stond ze weer gewoon eigenlijk. Hij stond hier ook onbekend, toch? Om deze lekkere passes. Ja, dat was een van de leukste dingen. Even kijken naar... Zou lekker zijn, Een highlight reel. Heb je er beelden van gemaakt, hè? Nee, is heel jammer dit. Nee, ook niet uit je tijd bij ADO? Die moeten we wel een beetje gaan zoeken, toch? Ja, misschien zijn ze er wel. Ja. Maar altijd diagonaal? Ja, rechtsback of rechtscentraal. En dan lekker op de spits die een beetje zo achterkroop. Dat vond ik heel fijn. Of op een 10, zoals Danielle. Daar kon ik heel lekker mee samen voetballen. En dan gaf ik hem eroverheen en dan... Doelpunt. Of niet. Ja. Tijdens het WK 2015, weet ik nog, toen werd er ook over geschreven, dit is gewoon een hele goede ploeg. Toen gingen ze kansloos uit in de pool. Voor mij speelden ze 1 keer gelijk. Verloren zelfs van Zuid-Korea van mij toen nog in de pool. Toen gebeurde wat opmerkelijks. Toen heeft de hele selectie dus een brief gestuurd naar de bond van Toulouse. Met deze coach willen we niet verder. Ja. Heb je dat wel eens eerder meegemaakt? Nee. Er was iemand weggestemd, weggeschreven? Nee. Eigenlijk nooit gebeurd. Bij mij in mijn carrière in ieder geval. Nee, maar dat was toch wel een big thing op dat moment, toch? Ja, want hij zat er ook echt al extreem lang. Dat was 20 jaar, toch? Ja, precies. Maar dat was dan ook een van de redenen natuurlijk dat hij weg moest. En zijn hele oude trainingstechnieken. Ja. Maar best bizar dat het zo is gegaan. En hoe snel het eigenlijk beter is gegaan. Want daarna zijn ze dus gewoon heel easy die play-offs doorgekomen. Die kwalificatie doorgekomen, volgens mij. Geen wedstrijd verloren. Nee. Voor mij 2 tegendoelpunten, maar 37 voor of zoiets. Maar ik snap ook niet dat die bond hem nog zo lang heeft laten zitten. Want als ik het zo las, een terugblik op dat WK... Ja. Heeft hij echt achterlijke dingen gedaan. Hij kwam in Canada aan 4 dagen voordat ze de eerste wedstrijd speelden, volgens mij. In Europa moesten ze volgens mij alles met de bus doen qua uitwedstrijden. Volgens mij was er genoeg aanleiding om...
tegen hem te zeggen namens de bond van ben je wel goed bij jou? Initiatief zelf te nemen in plaats van de spelers te laten. Ignacio Carrera kan je misschien wel vergelijken met een Arsène Wenger, waar ook al jaren dus geen prijs worden gepakt, maar hij mag toch blijven zitten. Ja, daar ken ik de beste man niet goed genoeg voor. Maar ja, Wenger, die heeft nog wel op zich nog wel veel medestanders, toch? Bij het publiek en voornamelijk bij het bestuur. Maar ik weet niet, was de spelersgroep, was dat open, toch? Dat vind ik altijd wel heel sympathiek. Want wat je veel ziet in het voetbal tegenwoordig is dat spelers gewoon even een tijdje hun best niet meer doen. Tot die trainer eruit gaat. En dat vind ik altijd zo min. Net als natuurlijk Leicester City afgelopen jaar, goed voorbeeld. Dus dan heb ik liever dat je gewoon met z'n allen zegt, joh, we willen vernieuwen en we zien niet meer zitten. Dan dat je dat op een schijnheilige manier doet. De kern van deze ploeg, 8 speelsters, Atletico Madrid. Ja. Atleti, kampioen geworden afgelopen jaar in Spanje. Ja, sterk team, hè? Ja, laatste speeldag voor mij net beslist, hè, tegen Barcelona. Barcelona natuurlijk wel ver gekomen in Europa, in de Champions League. Maar ja, dat helpt natuurlijk wel bij zo'n ploeg. Wat bij de Spaanse mannenploeg altijd is geweest, hè, de kern bij Barcelona. Ja, dat zag je gewoon uiteindelijk terug bij de Spaanse mannenploeg. Dat zie je nu ook terug bij de vrouwen, denk ik, toch? Ja, dat zie je denk ik ook terug bij Frankrijk. De kern is Olympique Lyon. En dat helpt natuurlijk in zo'n team als je samen wekelijks traint en wedstrijden speelt op hoog niveau. Ja, ik denk wel dat zo werkt. Ja, zeker. Als we nu kijken naar deze Spaanse ploeg. Zij speelden al in de kwalificatie tegen dit Portugal. Toen wonnen ze met 2-0 en 4-1. Ja, Portugal, in ieder geval wat wij denken, de eerste analyse na de wedstrijd, die hebben misschien gekeken gisteravond naar Frankrijk-IJsland. We gooien er gewoon 10 vrouwen voor de pot en dan hopen we dat we het zo lang mogelijk op 0-0 houden. Is dat een goede analyse, Johan? Nou ja, ik weet geen eens of dat hun idee was. Ik denk dat ze nog wel wilden, maar ze kunnen het gewoon echt niet. Ze hebben gewoon echt de kwaliteit van een likmevestje. Ja. Je vraagt je af wat het op het EK... Eén goede speelster, hè? Dat gaf René Slegers gisteren aan. Neto, de captain. Ja, niet gezien. Van tevoren, weet je, er zijn elke keer een paar spelers die worden uitgelicht. Ja. Daar wil je op gaan letten. Maar deze is ook een klote positie om te staan op het moment dat je alleen maar aan het verdedigen bent. Dus ja, je hebt het amper gezien. Maar ja, ik moet zeggen, passing-wise, veruit de beste Spanje. Ja, dat zit dan toch wel een beetje in de genen, denk ik. Want ja, dit was echt van hoog niveau qua passing. En dat heb ik de afgelopen dagen misschien een beetje gemist. Maar deel je de mening van eerdere mensen die op de bank hebben gezet dat Spanje misschien al wel een outsider is of gewoon een van de favorieten van de ploegen die je tot nu toe hebt gezien? Ja, kijk, Portugal is natuurlijk wel het laagst laagst in de ranking. Dus misschien moeten we ze nog tegen iemand anders zijn. Ik vond in de trajecten naartoe Engeland heel leuk. En die is de enige die ik nog niet heb gezien. Dus ik wacht nog even zometeen de Battle of Britain af. Ik wil eigenlijk voor Engeland gaan. Ja? Ja, want? Als outsider. Nou, we willen gewoon een leuke ploeg. En hun social game is goed. Leuk, hè? Ik zag vandaag Jamie Vardy, hè? Even de Engelse vrouwen aanmoedigen. Oh, dat heb ik niet gezien, maar... Ja, vind ik wel mooi. Ze krijgen heel veel aandacht. Maar we moeten ook niet beoordelen op één wedstrijdje. Nee. Nee, en zeker dan niet tegen de Portugal, denk ik. Nee, maar ook de andere, de favorieten niet. Ja, wel, nee, okay, ja. Om die nou gelijk af te schrijven naar één potje, dat lijkt me niet te ver. Nou, want dan zouden we eigenlijk ook misschien Frankrijk al af kunnen schrijven naar gisteren. Goed, daar gaan we het zo even hebben. We gaan eerst kijken naar deel 2 van 11 vragen aan van onze eigen Raoul met 4 Oranje Leeuwinnen. Eerste vraag, klaar voor? Ja. Oh, deze is heel gemeen. Oh, dit kan ik echt niet kiezen. Kan ik hem even passen? Ik kom hier straks op terug. Ja, ik heb er echt geen antwoord op. Dat is echt heel gemeen, hè? Ja, dat is heel gemeen. Wat is je favoriete sprookje? Oh, ik vond Sneeuwwitje altijd wel heel leuk. Welke oranje leeuwin heeft de slechtste muzieksmaak? Shirida Spitsen. Wie kan het beste dansen bij jullie in het team? Ja, dat zijn Mandy van den Berg en Sherida Spitsen. Ik vind het eigenlijk wel leuk om met iedereen uit het team gewoon lekker in de club te staan. En ja, of je nou goed bent in moves of niet, ja, dat maakt me niet uit. Maar... Als je maar gaat. Ja. Misschien Danielle. Waar ging jouw allereerste spreekwoord over? Zo, dat is een goeie. Hendrik de... Is het de zesde? Zo. Of die al die vrouwen vermoorden en zo. En... Ik had er volgens mij al een 10 voor, ja. Wat is de slechtste eigenschap van Lieke Martens? Dat zou ik even niet weten. Kelly Zeeman, dat is lastig. Je is zo'n vrolijke meid. Ik denk niet dat je Lieke moet gaan trappen in de wedstrijd, want dan... Dan wordt ze agressief. Ja. Oh, maar dat vind ik ook wel van Kelly. Het EK winnen, maar daarna nooit meer mogen voetballen. Of roemloos ten onder gaan, maar nog wel 10 jaar mogen voetballen. Het EK winnen. Het EK winnen en moeten stoppen.
dan sluit ik liever af met winnen en dan stoppen. Nou, dan ga ik toch 10 jaar blijven voetballen. 10 jaar blijven voetballen? Ja. VV Kicks of Voetbal Inside? VV Kicks. VV Kicks. Nooit meer lippenstift of geen tatoeages er meer bij? Geen tatoeages er meer bij. Welke oranje lewin is het ijdels? Geniet van de Zander. Ook Geniet van de Zander. Ikzelf? Aan wie wil jij de groetjes doen, reclame maken, alles mag. Het is jouw moment. Dan wil ik de groetjes doen aan mijn collega's bij Ajax Merchandising. En tot ik ze weer moest verlaten deze week. Ik wil wel dankjewel zeggen tegen mijn familie. Oh. Ik mis jullie heel erg. Ja, Shaki stilt wel een beetje onze harten. Vindt? Zeker, bij allemaal volgens mij wel, toch? Ja, zeker. Is Raoul een verre familie van Harry Vermeegh of niet? We gaan hem wel een keer van zijn fiets aftrappen, maar dat weet hij nog niet. Okay. Ik word laatst een reïncarnatie, maar dat kan natuurlijk nog niet. Maar goed. Ja, Frankrijk-IJsland, dat zei ik net. Frankrijk nou, werd ook getipt als een van de favorieten. Maar die had het echt bijzonder lastig tegen ja, een hele stugge IJslandse ploeg. Jean-Paul zegt al een week Le Sommer tegen me. Maar, Le Sommer, uiteindelijk wel, maar... Ja, vanaf de 11 meter. Johan, vond je het een penalty? Ja, in de herhalingen die werden getoond... zag je het laatste moment dat ze vasthield. Maar daarvoor hield ze al veel meer vast. Ik vond het wel echt een penalty. Vond jij een penalty? Ja. Wel, eigenlijk, nou, daar zijn we het over eens. Het moment vlak voor rust bij IJsland. IJsland in de 16 van de Fransen. Ja, ik denk dat andersom... Nou, dat zeggen we altijd, hè? Als de grote ploegen, die hem krijgen hem dan wel mee. Nu, heel IJsland schreeuwde om een penalty, die kregen ze niet. Het enige wat ze kregen was geel voor de bondscoach, de overijverige bondscoach van IJsland. En jij vertelde voor de uitzending dat een nieuwe regel is, hè? Nieuwe regel, ja. Vroeger kreeg je een waarschuwing of werd je naar de tribune gestuurd. En nu is een nieuwe regel dat je dan een gele of een rode kaart kan krijgen. Net als dat je nog een extra wissel mag inbrengen in de blessuretijd. Ja. Hoeveel gele kaarten is een schorsing voor een coach? Is dat dan ook ik bij drie dat je... Ja, ja dat weet ik. Ik denk als er iemand in de buurt komt, is het wel die IJslandse coach. Want ja, ik denk dat de heren in het voetbal, die de hele tijd rond de zijlijn rennen, daar nog wel een puntje aan kunnen zuigen. Want die man bleef maar bezig. Ging ook het publiek op een gegeven moment opjutten. Die keek gewoon naar zijn supporters en dat ze nog meer achter... Ja, we hebben die hele klappelende weer terug, hè? Nu ook bij het vrouwen. Wat vind je daarvan? Ik vind het verschrikkelijk. Ja, ik vind het wel mooi eigenlijk. Ja? Ja, tuurlijk. Met je sfeer op de tribune. Ben je tegen sfeer op de tribune? Nee. Ja, ik haat sfeer. Ja, okay. Ik hou van een ongezellige wedstrijd. Nee, ga niet doen. Maar het is natuurlijk de hele voetbalwereld overgegaan. Hè. Elk stadion is dat klappen. Ik ben echt meer dan beu. Het is vuvuzela-achtig. Ja? Vuvuzela, man. Ik mis elke dag de vuvuzela. Ja, je begon erover. Pak hem even. Ja. Nou, kan je laten zien hoe goed je was met de vuvuzela. Ik kan het niet, maar ik hou van het geluid. Dus jullie moeten het even produceren. Nee, absoluut niet. Heerlijk, man. Okay, er komen wel eens vragen binnen. Nou, Johan, gaat Frankrijk het tegen de voetballende ploegen wel laten zien? Ja. Ja? Ja, nou ja, het is de favoriet. Ik had Anouk Hoogendijk vorige week aan de lijn. En die zei van, ik hoop dat Frankrijk dit toernooi wint. Want dat is de ploeg met het leukste voetbal. Dus ja, we moeten er maar een beetje van uitgaan dat ze nog gaan groeien. En dat ze wel iets laten zien. Ja, want het is wel een ploeg, ook al was het lastig... Je kan wel zien dat de kwaliteit ervan afdruipt. Ik vraag me meer af waarom Anouk niet hoopt dat Nederland wint. Omdat ze denkt dat Nederland niet verder komt dan de halve finale. Oh, oké. Okay. Nee, dat vond ik zo raar. Weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb... Het is meer het gevoel wat ik heb gezien in wedstrijden. De oefenwedstrijd tegen Noorwegen. De oefenwedstrijd tegen Nederland. Hè, echt tegen topploegen. Ja, dan kan je gewoon zien dat als zij gewoon hun ding doen... gewoon echt nog wel een maatje te groot zijn. Maar hebben de andere ploegen niet realiteitsbesef genoeg, zeg maar, om dan op zo'n moment niet... Want wat prettig is natuurlijk van een goede tegenstander, is dat ze ook gaan voetballen. Maar misschien zeggen ze op een eindronde wel van, gaan we vandaag gewoon mooi niet doen. Nee, als je ziet hoeveel moeite ze met IJsland hebben. Uiteindelijk moet je natuurlijk wel, als je een hele goede ploeg bent, moet je ook wel op een gegeven moment iets gaan doen. Ja, en om van je eigen kracht uitgaan. Resultaten behalen. Ja, we wachten tot Frankrijk het niet meer de concentratie kwijtraakt en voetbal gaat spelen. Ja. Toch zag je het ook bij Duitsland, hè? Duitsland heel veel moeite bij Zweden. En Zweden had wel de kwaliteit. Die kwamen er echt 1-2 keer echt heel goed uit om het af te straffen. Ja, dat ga je natuurlijk wel krijgen als Frankrijk het lastig gaat krijgen... en tegen ploegen gaat spelen die wel meer kwaliteit hebben... dan met alle aspecten de IJslandse ploeg. Dan
Ja, mijn tv werd gisteravond een beetje behang op een gegeven moment. Ik zat op mijn telefoon te kijken en dacht van, oh ja, er was een wedstrijd bezig. Het was echt een vervelende wedstrijd. Jij vond het ook vervelend? Nou, dat is niet de leukste wedstrijd, nee. Nee, dat is waar. Laten we doorgaan naar het favoriete onderdeel van Johan van Boven. En dat is de voetbalquiz. Hey. Bij FC Afkikken altijd iemand die binnen 1 nanoseconde het antwoord weet. Nou, dit is de quizvraag van gisteren. Welke 3 vrouwen maakten 10 goals in de kwalificatiereeks? Kom maar door, Johan. Geen idee. Ik heb geen idee. Oh, nee, verrassend, dat verbaast me. Jordi. Nee, ja, ik kijk met heel veel aandacht, maar ik heb niet voor niets het briefje. Ik heb gewoon zoveel moeite met die namen. Nou, ik, het, niks lees blijft maar hangen. Voor van je briefje. Nee, ja, ik heb het antwoord niet. Dit gaat over die wedstrijd van net. Doe het gewoon, zeg het even. Nou, hier komen ze. Ja, die van Frankrijk nog sowieso. Hoe niet? Nee. Oh, nee, niet eens. Oh. Nee, Ros, Porstijn Dottieter. Dotter. Dochter. En Hegerberg, nou, die kennen we allemaal natuurlijk. Die heeft tegen Nederland gespeeld. Scoorde alle 10 goals in de kwalificatie. Ja, had ik moeten weten. Je hebt gelijk. Sorry. Ja, en Jana van Petegem, Hulde, met voornaam er allemaal bij. Ja, dan verdien je het wel. Zeker het Liona-t-shirt. Gefeliciteerd. Komt zo snel mogelijk jouw kant op. Dan de vraag van vandaag. Tegen wie speelde Oranje Leeuwinnen hun laatste competitieve wedstrijd? Die weet ik wel. Kan je een hint geven? Ja hoor, het was de eerste wedstrijd van dit EK in Utrecht. Ja, ik wou net zeggen. Ik denk dat... Een beetje gek geformuleerd, want dit is toch in Noorwegen? Ik hoor dat het ervoor is. Oh. Nee, de ene laatste competitieve wedstrijd. Dat is de laatste voor dit EK. Dat is er even niet meegemaakt. Het laatste kwalificatieduel. Denk ik, toch? Je weet dat wij het organiseren. Oh ja, natuurlijk. Jezus Christus, dat is 2 jaar daarvoor. Oh, nee, geen idee. De laatste wedstrijd op het WK. Nee, OKT dan, hè? Oh, ja, we geven allemaal hints weg. Nou, mocht je het weten dankzij dit gesprek, hashtag EKDaily. En dan maak je kans op een Liona-shirt. Hartstikke lekker bezig, Leonne. Laten we even kijken. We hebben nog wat vragen binnengekomen. Hebben wij een heel groot voordeel met het thuispubliek? Wil Jenda weten? Tuurlijk. Het is nogal een verschil of je op een vijverberg speelt die voor een kwart is gevuld. Of voor de helft, hoorde ik jou gisteren zeggen. Of voor een vol galgenwaard kasteel, noem het maar op. Ja, dat geeft die dames vleugels. We hebben in de eerste wedstrijd gezien dat het in ieder geval geen extra druk geeft. Nee, het contrast is hoger dan zeg maar, bij een herenuittoernooi. Want Nederland heeft dus echt gewoon volle bak publiek. En die andere, het is niet een kwestie van dat het publiek minder fanatiek is. Maar er zit gewoon veel minder publiek bij die andere wedstrijden. Of valt het dus soms nog wel mee qua bezetting hoor? Ja, zeker weten. Net is ook gewoon, de lange zijden zijn volledig bezet. Maar ja, bij Nederland is gewoon uitverkocht. We gaan door met het onderdeel High Kicks. Johan van Boven heeft zich al aangemeld voor een andere aflevering. Ja, elke keer mogen deelnemers een bal hoog houden, maar dan hebben ze wel een handicap. Vandaag is de beurt aan Jeremy Snow. Moet je kijken jongens, dit is er wel een hoor. Ik voel wel druk nu. Remy Bojarski is het. Zo! Remy Bojarski! Ik zie dat als een heel groot compliment. Laat ik het zo zeggen. Volgens mij zijn er heel veel vrouwen die Remy Bojarski een mooie man vinden. Maar, eigenlijk heet je? Jeremy Snow. Waarvan moeten de mensen jou kennen? Het begon voor mij in Finals. Dat is een serie die heel erg lijkt op Spangas. Dat is alweer een tijd geleden, heb ik 3 jaar gedaan. Heel veel toffe dingen. We gaan zo hoog houden. Hoe zijn jouw hooghoudskills, Remy? Oké, ik heb nog wel... daar is hij weer. Ik heb nog wel geoefend. Ja? En ik ga mijn best doen om het record te verbreken. Poging nummer 1. Oké. Okay. Nou, dames en heren. Welkom bij het nieuwe programma van PVK. Dames en heren. We gaan in de club zitten. En wij gaan ervoor zorgen dat ze voetbal met jou en 73, 74, 65. En zij is heel goed in Panna. Oh. Jeremy. Hoeveel? Ik heb geteld, ja. 79 keer. Nee. Ja, ziek. Dit is ziek. Poging nummer 2. Oké. Okay. Vandaag zijn we bij Sharifa in Amsterdam. En Sharifa
En zijn handdruk al op Panas uitgedekt. Dat is haar favoriete trucje. Dat was ook heel goed. Ai! Welkom bij de beste vrouw op de spits van Nederland. Ik durf te proberen voor de heel veel vrouwen zijn ook een vrouw voetbal die beter kunnen doen. Kom maar dan. Hij viel. Kijk, 81. Nee! Yes! 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 Je staat dus nu bovenaan. Okay. Heb je een tip voor de mensen die nog komen gaan? Nou ja, misschien is dat voor mij wat makkelijker, maar zoals je ook al hebt gehoord, af en toe gewoon rustig. Ja, en wij vroegen ons af of de handicap het shirt was. Want opeens ging het shirt uit. Maar Jeremy Snow, acteur bovenaan High Kicks, 81. De grote vraag, Johan van Boven, ga je daar overheen, denk je? Het ligt eraan, want als ik een stuk moet tikken tijdens het hooghouden, dan, dan kom ik niet boven de 12. Breng je nou niet op ideeën? Echt, hè? Die luistert dit en... Ja. Ik weet niet. De handicap moet toch ook iets met de persoon te maken hebben? Ja. Oké. Okay. Ja. Misschien een wiegbeweging doen of zo? Wieg? Oh, leuk. De hele keer. Leuk, hè? Nou goed, we gaan het meemaken. Net een uurtje, anderhalf uur voor de uitzending was de persconferentie van de Oranjeleeuwinnaar Sarina Wiegman. Eigenlijk geen nieuws, hè? Nee, ga gewoon zo door. Ja. Nog steeds heel gefocust zie ik haar dan ook daar zitten. Er waren natuurlijk wel wat kleine pijntjes, maar voor mij is iedereen fit. Ja. En wat mij opviel is dat zij vond dat Denemarken eigenlijk gewoon hetzelfde niveau heeft als Noorwegen. Wat vind jij ervan? Dat kan wel inkomen. Ik denk wel dat dat zo is. Ik had eigenlijk verwacht dat Denemarken misschien iets minder was. Maar omdat Noorwegen wellicht wat tegenvalt, dat het op eenzelfde level zit. Dat zou kunnen. Ja. Wat is de kracht van Denemarken? Nou, vooral denk ik dat ze echt als team spelen. En dan ook nog wel twee smaakmakers hebben. Die Harder en Nadim. Ja. Harder is wel echt... Die maakte trouwens in de eerste wedstrijd tegen België, die maakte een overtreding, die Nadim. Die werd ook volgens mij 20 minuten voor tijd gewisseld, omdat ze bang was dat de ander de tweede gele kaart. Was echt keihard van achteren. Dat was een pittig tackle. Ja, maar die Harder, dat is wel een beetje waar de ploeg om draait. Hè? Mm-hmm. waar ze bij de Noren, Hegerberg. Hegerberg, ik heb echt een vervloeking van die naam. Hegerberg, is het Harder bij de Denen. Wat voor soort speelster is zij? Ja, zij maakt gewoon goed af. Ze heeft een neus voor de goal en een sterke speler. Dus ik denk, moeilijk om te zeggen, vergelijkbaar met Hegerberg, maar wel hetzelfde rijtje. In dat groepje goede speelsters. Ja. Johan, opmerkelijk, de media pikt het enorm op nu tijdens het EK. Ja, het is ook goed voor dit team. Want je hebt de afgelopen jaren gemerkt dat ze een beetje links en rechts werden ingehaald door de volleybalsters en door de handbalsters. Dus ze hebben dit hypeje hebben ze ook wel nodig. Ze moeten alleen wel zorgen dat het een hype blijft. Want ja, het is nu zo, als iedereen hoort van 2,1 miljoen kijkers, dan wordt het alleen maar groter en meer aandacht. En meiden die het leuk doen op camera, noem het maar op. Als ze dan dadelijk de boot in gaan tegen Denemarken, ik zeg maar wat, dan duikt het toch weer, zakt het toch weer in elkaar. Ja, wat vind je van onze bondscoach, Sarina Wiegman? Wat moet ik daarvan vinden? Evenwichtig, is dat een goede term? Evenwichtig? Ja. Heel rustig en geen rare frats. Kan wel dingen goed uitleggen. Ja, niks geks aan eigenlijk. Nee, bij de mannen hebben we het vervloekt, hè, dat de assistent uiteindelijk de bondscoach werd. Ja, ik weet niet of het hier ook van tevoren was afgesproken. Dus niet, toch? Nee, dat niet, hè? Nee, dus dat scheelt al een boel. Dus dan is het iets normalere gang van zaken. Ja, ze heeft achter de schermen altijd mee kunnen kijken hoe de andere bondscoaches het deden. En eerder spraken wij met Sarina Wiegman. En we vroegen aan haar wat zij nou in haar tijd als bondscoach de ploeg heeft bijgebracht. Dan heb je het over hoe we willen aanvallen, de bezetting voor het doel. Je hebt het over de restverdediging, waar we verdedigen, hoe we compact blijven staan. Dat is heel algemeen. Maar eigenlijk gaat het over het hele spel en de speelwijze. En uiteindelijk zal dadelijk de uitvoering en het herkennen van situaties in het veld cruciaal zijn. Zie je nou een verschil? Hè? Ze heeft het over details die ze heeft geprobeerd te veranderen. Mm. Zie je nou een verschil onder Reiniersen van der Laan? Hoe ze spelen? Jemig.
Nou ja, wel, ja, ik denk Van der Laan en Sarina wel weer een groot verschil is. Van der Laan deed nog wel eens gekke dingen tijdens het OKT. Rare wissels, Manon eruit halen. Terwijl, of nee, ja, Manon haalde die eruit op het moment dat je dacht van ja, dat was niet degene die eruit moest. Maar dus ik denk dat Sarina gewoon, wat je zegt, veel balans weer brengt. En veel duidelijkheid, structuur, goede afspraken en... Ik denk de juiste vrouw op de juiste positie is. Ja, want wat ik hoorde dan, als je wat Oranje Leeuwinnen spreekt... en zegt, waar is het misgegaan met Van der Laan? Ja, hij voelde het niet echt aan om hoe het is om een vrouwenteam te coachen. Ja, ik helaas kan ik niet zelf daar iets over zeggen. Ik ben er niet bij geweest. Nee. Maar ja, wat je terugzag in, wat ik zei, dat soort dingen met wissels... en persconferenties over dat hij graag zelf wilde ontwikkelen... ja, dat zijn een beetje gekke dingen. Dat moet je volgens mij niet doen bij zo'n vrouwenteam. Nee? Nee. Nou ja, het gaat niet om jou als bondscoach. Oh, dat hij zei dat hij zichzelf wilde ontwikkelen. Ja, ja. Ja, het kan wel. Er zijn voor mij nu op dit EK 10 mannelijke bondscoaches en 6 vrouwelijke maar. Dus dat is op zich wel opmerkelijk. Maar bij Oranje heeft het niet gewerkt. Nee, nou ja, het gaat uiteindelijk... Van der Laan natuurlijk. Nee, maar het gaat uiteindelijk om het voetbalgedeelte, toch? Dat maakt niet heel veel uit of er nou een mannetje of een vrouwtje voor de groep staat, lijkt mij. Nee. Ja... Wat mij betreft niet. Als er maar iemand staat die weet waar het over heeft... en de spelers goed kent en echt een visie heeft. Ja, ja. Puur voetbal, of puur op de voetbalinhoud zou het niet moeten uitmaken. Diegene die bepaalt de tactiek en het spel aanpakt... en die probeert speelsters beter te maken. Ja, ik weet niet wat dat... Kijk, jij bent goed met vrouwen. Maar dat wil niet zeggen dat elke man heel goed is met vrouwen natuurlijk. Nee, oké, maar dan lijkt het me toch dat je die baan niet wil... als je van jezelf weet dat je niet goed bent. Iemand die... nooit iets in de vrouwenvoetbal heeft gedaan, dat die opeens bondscoach werd. Nee, maar bij de mannen heb je toch ook dat bijvoorbeeld de assistent een beetje de rol van papa overneemt. Een arm onder schouder. En ja, dan. Maar dan nog is het wel handig dat de hoofdcoach weet hoe je ermee om moet gaan, toch? Ja, ja. Ja, ik weet niet of die heeft gebotst qua seksenverschil. Dat zijn de geluiden die je hoort. Heeft Duitsland altijd een vrouw gehad? Dat is een goeie. Wel veel, ja. Wel veel, toch? Ja. Amerika ook. Ja, dat is wel een teken dat je betere vrouw kan nemen. Want als Amerika en Duitsland het doen, die winnen alles. Dat is een goed argument. Ja, goed argument. Top. Goed. Morgen, natuurlijk 20:15, is het Nederland tegen Denemarken. Maar daarvoor is het Noorwegen-België. En zoals elke dag mogen onze gasten meedoen met de Toto voorspelspel. Noorwegen is natuurlijk veel te sterk voor België, dus hij gaat in de 1. Jammer, toch wordt het 2-0 voor Noorwegen. Noorwegen is natuurlijk veel te sterk voor België, dus ik ga voor de 1. Vanavond niet op zijn buik slapen, want België gaat een punt pakken tegen Noorwegen. Een wonder. Ja. Nou, analyseer het zelf maar, zou ik zeggen. Nou ja, ik wil de kijkers even aanraden om naar Instagram Stories van VV Kicks te gaan. Daar gaat hij gewoon in de 1, hoor. Wij? Jordi? Nee. Maar? Ja, ze zitten dicht bij elkaar, Niel. Het is hartstikke leuk voor de Belgen, dit. Een gelijk spelletje. Geloof je er echt in? Nee. Denemarken-België vond ik ook echt veruit de minste wedstrijd. Dus ik voorzie ook helemaal geen probleem voor Nederland. Nee, maar Nederland-Denemarken wordt 1-1, denk ik. Of 0-0. Nee, maar aan de andere kant, je zegt wel, hè, Denemarken misschien veel sterker en België veel sterker. Maar die bal op de lat, die bal van de lijn, die werd weg. Nee, maar ik vond na dat doelpunt vond ik Denemarken heel vlak juist. En op een gegeven moment, ja, bij België was het gewoon, vond ik, een gebrek aan kwaliteit misschien, maar de inzet was beter. Dus ze probeerden nog wat in de slotfase. Ik vond Denemarken helemaal niet zo goed over. Nee, wel goed, ik hoor je zeggen, Noorwegen-België wordt 1-1. Nee, Nederland, zegt hij. Oh, Nederland. Nederland-Denemarken. Oh, sorry, ik dacht dat je Noorwegen-België... We hebben hier namelijk al mensen gehad die, voordat we het kaartje zagen, iets anders zijn. En toen zagen ze het kaartje... Oh, nog iets anders gezegd. Maar goed, wederom unaniem hier. Pakt niet altijd goed uit. Laten we het gelijk doorpakken met de wedstrijd die over een klein kwartiertje begint. Engeland-Schotland. Nou, dat is altijd de Battle of Britain natuurlijk. Ja. Maar voordat het toernooi begon, was hier natuurlijk heel veel over te doen. Ja. De mogelijke aanslag van IS. Bij deze wedstrijd? Ja. Daar is natuurlijk van tevoren heel veel over gezegd.
Maar volgens mij is er nog nooit een aanslag doorgegaan als er van tevoren werd gezegd, we gaan of er wordt daar een aanslag gepleegd. Dus ik wil mijn vingers niet aan branden, maar natuurlijk. Misschien moeten we ons niet te veel zorgen daarover maken. Hey, denk je dat er veel Schotten en Engelsen zijn meegereisd eigenlijk? Is dat net zoals bij de mannen? Oh, dat kunnen we misschien beter vragen aan onze eigen Raoul. Raoul, goedenavond. Hoi. Goedenavond. Goedenavond. Ik vroeg net aan Leon, maar ik kan het beter aan jou vragen. Zijn er veel Schotten en Engelse fans meegereisd? Toch nog wel een handjevol supporters, hoor. Je weet dat een handje vol is, hè? Ik denk 300 en iemand in een trainingspak. Ja, precies, iemand in een trainingspak. Nee, het is gezellig druk. En ik zat in de bus met Engelsen en Schotten. Ja, het was mooi. Lekker zingen. En die hadden er zin in ieder geval. Ja, gebroedelijk naast elkaar zaten ze. De sfeer zit er goed in. Bij de mannen is dit altijd een zeer beladen duel. Kunnen we dat ook zo meteen bij de vrouwen verwachten? Ja, ik hoorde van de week Freja zeggen bij jullie in de uitzending dat het niet zo is. Maar als ik kijk naar sporters, hoe ze onderling met elkaar omgaan, ja, ben ik het altijd eens. Het is een gezellig sfeer en eigenlijk totaal geen strijd tussen de supporters of tussen de speelsters of wat dan ook. Ja, dat gaan we zo zien. Dat zullen we zien na 10 seconden dat iemand anders onder boven... Gestaakt wegens rellen. Ja, op wie moeten we gaan letten zometeen? Ja, bij Engeland moet je zeker op gaan letten op Jordan Knobs. De tweede aanvoerder speelt bij Arsenal. Dus Danielle van der Donker, bekende Sadio Veenendaal. Ja, en wordt gezien als een ongelooflijk talent. Ja, hij is middenveldster, dynamisch. Dus ja, die moet je zeker in de gaten houden. En Tony Duggar, maar die zit op de bank. Dat is wel een verrassing. Oh, yeah. Die is toch, die ging Barcelona. Naar Barcelona, toch? Yeah. Die is naar Barcelona, ja. Dus die zit op de bank helaas. Maar die zal er vast nog wel inkomen, gok ik. Oké, wat is jouw voorspelling? Ik ga met Vef mee. Ik verwacht heel veel van Engeland. Dus ik denk een 3-0. 3-0? Oké, okay. Werkelijk. Dankjewel, Roel. Geniet ervan. Dankjewel. Jullie ook een fijne uitzending. Dankjewel. Hoi. Ja, dat was het verhaal natuurlijk van Tony Duggan. Dat zij de eerste speelster, Engelse speelster bij Barcelona is naar Gary Lineker. Ja. Maar die wordt nu gewoon op de bank gezet. Ja, zeer opmerkelijk, want ik was daar vooral benieuwd naar, omdat er zoveel werd over geschreven. Natuurlijk ook met zo'n overstap veel in het nieuws, totdat Lieke Martens daar ook tekende. Maar Jody Taylor moet het nu doen. En voor de rest is denk ik die Knobs, die had ik opgeschreven, maar dat hoef je volgens mij niet op te schrijven. Vind je achter? Ja, ik verwacht, dat moet wat de vrouwelijke missie zijn of zo, denk ik. Iedereen zegt Knobs, 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 dus ik ben benieuwd. Ja, dat is wel goed. Ja. De vrouwelijke Messi? Nou, zo zou ik het niet willen noemen, nee. Nee? Nee. Er stond een interessant artikel in The Guardian over dat dit de eerste Engelse ploeg is die eigenlijk helemaal uit professionals bestaat. Ja, dat heeft natuurlijk mee te maken dat de bond daar gewoon heel veel in investeert. En ervoor heeft gezorgd dat al die nationaal teamspelers ook in Engeland blijven. Dus dat ze daar gewoon fulltime voor worden betaald. Dus ja, dan ben je fulltime prof. Want het klopt dat zij naast het salaris van de club nog eens 30.000 pond of 30.000 euro... Ja, zoiets. Ze krijgen in ieder geval een vast bedrag om te zorgen dat ze in Engeland blijven. Ja. Er zit een speelster in de groep die geen club heeft op dit moment. Bij Engeland, ja. Dit is unattached. Maar, ja. Staat op je lijstje? Nee. Deze is gewoon blijven hangen van de feitjes. Maar er zit er een in de selectie die geen club heeft. Dus dat vond ik wel opmerkelijk. Laura Bosset. Bosset. Ik weet niet of ze in de basis staat. Even een oproep voor haar. Ik denk, het lijkt me toch dat je na zo'n toernooi dan wel... Maar wat jij zei, dat is wel echt waar ze het volop gooien. Omdat ik las ook vandaag in The Guardian dat die meiden zeggen van... wij zijn zo super fit omdat we nu ons volledig hierop kunnen focussen. Wij denken niet alleen voetballend, maar ook gewoon fysiek zijn we op dit moment sterker dan iedereen in deze pool. Ja, heb je het wel eens meegemaakt of wel eens gehoord dat een ploeg in aanloop naar een toernooi, naar een belangrijke wedstrijd, een musical na ging spelen? Wekelijks? Nee. De Engelse ploeg heeft het gedaan. De directeur van Les Miserables, die kwam voorbij. En de groep werd in groepen verdeeld. En toen moest iedereen een klein stukje zingen, acteren van die musical. Was zoiets gedaan? Ja, je zit maar aan te kijken. Ik dacht dat we het gingen kijken. We gaan even kijken naar deze opvoering. Nee, ik heb nog nooit hoeven zingen, behalve de Bahamas, maar... Geen musical, nee. Ja, het grappige is dat, dit is natuurlijk wel in aanloop naar het toernooi. Vandaag kreeg Sarina Wiegman ook de vraag van Ragnar Niemeyer. Gaan jullie nog wat leuks doen, behalve alleen maar trainen? En toen keek Sarina hem echt een soort van boos aan. Ja, leuk.
Leuk, we willen voetballen. Maar, wat is dat ook voor vraag? Een eindtoernooi, ga je toch niet even paintballen met z'n allen tussendoor? Dacht je bij het Grote Oranje kwamen er toch ook af en toe optredens van, weet ik veel, Ali B. Of, dat maar dat was altijd wel na de groepsfase. Na de groepsfase zou het kunnen, met rustdagen en zo, toch? Met een rustdagje. Ja. Maar dat is toch ook tijdens een groot toernooi? Of? Nee, maar of het nu wordt gedaan, zeg maar, dat was de vraag. In de groepsfase is dat nog niet echt een ding, toch? Denk ik. Nou ja, waarom niet? Waarom wel voor een kwartfinale en niet voor de tweede wedstrijd in een groep of de eerste? Een beetje belonen. Ja, maar ik denk dat... Ja, maar dat weet jij. Ja, jij hebt een eindtoernooi meegemaakt. Hoe ging het toen jij op het eindtoernooi zat? Toen lagen we naar de pool uit. Ja, daarom. Maar hebben jullie het gedaan? Nee, je werkt wel gewoon een soort van in fases. Van eerste poolfase. En dan heb je inderdaad misschien nog een dag extra vrij. En dan kan je wel zoiets doen als een teambuilding activiteit. Wat misschien een musical zingen is. Maar dat is dan zo'n moment. Maar voor de rest ben je heel erg toe aan het werken naar bepaalde punten. En dan past zoiets eigenlijk niet echt in het programma, vind ik. Nee, dat denk ik dus ook niet. Ik denk dat de focus nu ligt om 3 keer die wedstrijd te winnen. En dan misschien 1 keer een beetje stoom afblazen door wat te gaan doen. Ja. De bondscoach van Schotland. Daarna lang leven de lol. Ja. Nee, dan weer focus. Maar het is toch gewoon dat je een dagje iets kan gaan doen met z'n allen. Dat niet alleen maar op het voetbalveld zich afspeelt. Nee, maar ja, volgens mij kan het ook wel tijdens de groepsfase. Maar de ervaringsdeskundige zegt van niet. Dus, Ah, mooi, mooi. Ben ik stil? Mocht Johan boven ooit bondscoach worden. Het is elke dag feest. Polonaise. Je bent wel van de uitjes, toch? Van de uitjes. Wat kunnen we over Schotland? Dat de bondscoach de nieuwe baan heeft al. Ze wordt bondscoach van Finland hierna, na het toernooi. Dat is al bekend? Ja. Oh, wauw. Ja, dat vond ik best wel opmerkelijk, toch? Dat is een beetje een soort Danny Blind constructie in het kwadraat. Met een ander land. Ja, weet ik niet. Gaat dat tegen zijn werk? Ja, dat denk ik niet. Volgens mij zijn ze... Hoe reageert een groep daarop, denk je, Johan? Ja, ik vind het altijd discutabel om dat soort dingen al... in de Eredivisie heb je het ook. Van, ja, dat ik wil niet zeggen, ik ja. Ik volgend seizoen trainen bij NAC, terwijl je nog bij Groningen onder contract staat. Ik vind het altijd een gevaar. Dat gaat altijd werken in de groep. Vooral als het even niet lekker loopt of zo, dan wordt er gestreken. Streppel heeft het toen heel vroeg aangekondigd, toch? Ja. Oké, heel goed. Jullie denken alle drie Engeland, vrij simpel. Laten we even kijken naar de voorspelling van onze eigen Essie Messi. Het is weer tijd voor de voorspelling van Essie Messi. En vandaag heb ik iemand gevonden uit de United States of America. En sinds die niet meedoen aan het EK, speelt zij Engeland, want ze spreken ook Engels. En Essie, jij bent Schotland. Waarom heb je geen rok aangetrokken? Ik ben niet van de rokjes. Dat is helemaal goed antwoord. 3, 2, 1, go! Oeh, eerste kans voor Schotland. Almost half time. Oeh, de crust relaxed, hoor. Was dat een pannen? Dat is een panna, hè? That's 2-0, it was a panna. You got it. Ooh. 9, 8, 7, 6, ooh, 5, 4, 3, 2, 1. Beed. Oh, ik heb een fluitje trouwens. Wacht even, ik heb een fluitje. Game over. Schotland wint met 2-0, omdat je een panna hebt gescoord. Hoe voel je je nu? Goed. Duh. Thank you very much. How do you feel? I feel tired. England is tired. Scotland wins. 2-0. Ik moet zeggen dat Sanne ook wel groeit in de rol. Nou hè? Ja. Wordt steeds leuker. Ik weet dat ze een fluitje heeft. Goed. Schotland dus voor de verrassing namens Essie Messi. Hey, het is voor mij een beetje 50-50 tot nu toe, hè? Met haar voorspellingen. Volgens mij ook. Ja, ik heb een 6-0 voorbij zien komen. Ja. Die hebben wij nog niet gezien op dit toernooi. Nee. Dus oké, 2-0 Schotland. Nou, wie weet. In ieder geval, dank Leonne. Ik zie jou waarschijnlijk morgen of overmorgen. Ja. Heel snel in ieder geval weer. Johan, dank. Ben jij er morgen bij in het stadion? Ja. Zin in? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja. Ja, is het dan... je doet natuurlijk voor werk, voor Metro zit je daar. Maar ook gewoon een beetje als Oranje-fan op zo'n moment? Nee. Nee, dat is misschien een beetje... Is dat het verschil met de mannen? Beroepsdeformatie of zo, maar ik ben al weet ik hoeveel jaar geen voetbalfan meer. Bij mij is dat wel een beetje... Hoe denk je dat bij ons zit? Ja, ik kan niet echt fan zijn van een club of zo. Dat gaat er gewoon een beetje vanaf als je zo lang... Van een club snap ik, maar een land? Nee, ja, ook niet. Nee.
Ik vind het altijd heel leuk als het heel goed gaat of heel slecht. Dat is goed voor de verhalen natuurlijk. Ik vind of een overwinning of een nederlaag. Maar ik vind wat je zegt, van dat is wel een beetje het verschil tussen de mannen en vrouwen misschien. Maar bij de vrouwen mag er af en toe ook best wat kritischer gedaan worden, vind ik. Want voor mij, na het WK was het behoorlijk kritisch, toch? Over het nee, maar ik bedoel dit toernooi. Want ik merkte hier ook, als er dan werd gezegd van moeten Oranje andere speelsters brengen in de tweede wedstrijd, werd er gezegd van ja, nee, die moet ze gewoon opstellen. Maar die andere is ook heel goed, hoor. Weet je wat, een beetje dat zeg. Je hebt dat gezegd, die gaan we gelijk slaan. Nou, kritischer. Ik ben voor het eerst, dus ik was het niet. Johan zit nu heel goed na te denken. Volgens mij was jij het, maar. Nee. Dat zou ik nooit zeggen. Ik geef nooit meer mee. Ja, dat is altijd het verwijt aan mij. Dus, maar het moet kritischer. Oké. Okay. Maar, als het kan, als het gewoon reëel is, dan mag dat. Nodig jou graag uit om tijdens het toernooi nog een keer terug te komen voor de kritische noot. Oké. Okay. Terwijl wij in Hosanna-stemming zijn aan het vef met allemaal vlaggetjes op zijn gezicht. Niet kritisch, maar het mag harder. Ik reken op deze. Op de kraken. Leon, er gebeurt. Is het wel? Je weet van wat voor voetbal ik hou. Ik kijk Turk. Knalt het er wel eens op? Nou, ik vind het wel allemaal lief. Ik heb al aardig wat tackles gezien, hoor. Ja, maar één tackle, die valt nu op. Ik hoop dat deze elkaar aanvliegen zometeen. Jammer dat je nooit Leon de Stendler hebt zien voetballen. Precies, ja. Zo. Ik vloog ze allemaal. Ik ga wel bij Paulieke een keer kijken. Paulieke. Trouwens, het handje vol van Raoul. Nou, oordeelt u zelf. In ieder geval, dank voor het kijken. Morgen om 8:00 zijn wij weer. Heb je nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker. En graag tot morgen.